Horst en de Maas heeft zich wereldwijd op de kaart gezet als het gaat om de paardensport. Al jaren is Hippie Centrum de Peelbergen in Kronenberg de bakermat van het talent binnen de ruitersport en zijn er regelmatig internationale sterren te gast in onze gemeente. Maar waar komt dat vandaan? Waarom is Horst en de Maas zo'n sterke gemeente in deze paardenwereld? Omroep Horst en de Maas zocht dit uit, samen met Jumping Zerum in deze vijfdelige docuserie Horst aan de Maas. Hey Paul! Hallo! Oh, hallo! Ik doe heel eventjes dit ijzer afnagelen en dan kom ik eraan. Ik kan hem even niet neerzetten. Ogenblikje. In de laatste aflevering hebben we Paul Vaassen te gast. Hij is hoefsmid en zit al 27 jaar in het vak. Hij neemt ons vandaag mee hoe je een hoef kapt, deze op maat maakt en weer bevestigt aan de voet. Het proces begint uiteraard met het weghalen van het oud ijzer. We hebben nu het oud ijzer onder dit paard uitgehaald. De hoefte lijkt één grote klomp horen, maar het is eigenlijk een wandje, een nagel wat in het rond loopt. Dat kun je ook in het oude ijzer terugzien, tot zo'n nagel nog op en neer beweegt over de voet. Het paard zit op zijn voet, elke pas dat hij neerzet gaat die voet uit elkaar en op het moment dat je hem optilt krimpt hij weer. Dus deze is de doorbloeding ook van het paard. Kun je ook in het oude ijzer terugzien hoeveel dat hier is ingesleten in het oude ijzer. Deze voeten zijn ongeveer een week of 7 terug beslagen. We gaan ze nu zuiver maken en dan weten we hoeveel we kunnen inkorten voor opnieuw beslaan. De nagel van de hoef gaan we inkorten naar de juiste maat. Dus dit kunnen we eigenlijk een beetje vergelijken met het knippen van de vingernagels? Ja, dit is, kun je vergelijken met het knippen van de vingernagels. We hebben allemaal apparatuur bij ons. Een hoef, een oven, een aanbeeld, slijpmachine, laserpraat, van allerlei apparatuur om de hoefijzers ter plekke op maat te maken voor het paard. We hebben allerlei verschillende maten hoefijzers bij me als uitgangsmateriaal. Dan kiezen we er eentje uit met één lip, met twee lippen wat we willen. En vanuit daaruit gaan we met die machines het ijzer naar de voet maken. Dus niet de voet naar het ijzer maken, maar elk paard krijgt eigenlijk gewoon een op maat gemaakt schoen. We kijken even aan onder het paard wat we met het ijzer nog moeten veranderen om hem precies op maat voor hem te maken. Dan leg ik hem in het vuur warm, dan kunnen we hem smeden naar zijn maat en even kijken hoe het past. Nu kijk ik alleen wat ik eraan moet veranderen voor hem op maat te maken voor hem. Dit doen we voor te kijken of het hoefijzer past, voor te controleren en voor de laatste oneffenheden weg te branden zodat het precies bij elkaar uitkomt. Is dat niet pijnlijk voor een paard? Nee, daar zit genoeg horen wat we ertussen gelaten hebben, het isolatie. Het mag niet te lang branden, maar gewoon zo eventjes het allemaal op elkaar aan, tot het aan elkaar aanpast, is goed. Je moet niet doorbranden tot het natuurlijk tot het doorgaat. Denk je tot het paard als het een pijn zou doen, dat hij zo rustig stil blijft staan. Die vindt het ook gewoon niet erg. Maak er gaatjes in voor schroeven in te draaien. Hetzelfde als voor voetballers te stollen, de noppen voor op gras te rennen, dat ze niet uitglijden. Kantjes eraf slijpen en de rondingen aanmaken dat het paard precies makkelijk door de bocht heen kan lopen. Ik zei net de schroefgaatjes. Hier kunnen we van die schroeven van die stollen indraaien, zodat een paard in het gras kan rennen zonder dat hij uitglijdt. Hetzelfde als bij voetbalschoenen er ook noppen op zitten. Voor doen we er vaak twee, achter twee of soms drie. Aan de buitenkant nog een extra nopje erbij. Nu
We gaan het hoefijzer bevestigen onder het paard en een paar nagels die erdoor doen. De nagels die gaan alleen maar door de hoefwand heen, dus die raken geen leven, dus daar voelt het paard niks van. Als jullie kunnen zien komen de hoefnagels er aan de bovenkant uit. Dit waren ze van de vorige keer. Nu hebben we dus een stukje van hoef afgeknepen, dus komen de nieuwe nageltjes hoger. Nu moeten we die nog even afwerken tot we geen mooie scherpe kantjes meer aanzetten. Doe een klein gaatje onder het nageltje maken. Zo kort mogelijk afknippen. En dan eigenlijk het nageltje zo terugbuigen in dat gaatje wat we eronder geknapt hebben. Nou Paul, dan hebben we een hele nieuwe schoen onder dit paard gemaakt. Ja. Dan hebben we nog één laatste vraag voor jou. Want jij bent actief hier in de regio Zevenum, Horst, Horst aan de Maas. Ja. Wat betekent deze regio voor de paardensport volgens jou? Dat is een lastige, hè? Dat is een hele lastige, dat is een hele lastige. Ja, hier in de buurt is het de laatste tijd natuurlijk gigantisch gegroeid sinds de Peelbergen gekomen is. Heel veel stallen hier in de buurt gekomen zijn. Dit is eigenlijk het mekka van de wereldspringsport. Als ik zie hoeveel mensen van heinde en verre naar deze buurt komen om een paard te kopen, voor hier op de sport te gaan, voor zichzelf hier te ontwikkelen. Want ik denk dat hier in de buurt, omdat dit allemaal gekomen is, is de paardensport zo groot geworden. En is de kennis in de paardensport hier ook gigantisch gegroeid. Waar de hele wereld van wil meegenieten en wil meekomen kijken. En jij bent nog lang niet uitgewerkt, hè? Gelukkig niet, want zeg nou eerlijk, als je dit ziet, dit is toch het mooiste vak op de wereld wat er is. De hele dag een beetje aan het timmeren zijn. Vroeger als kind had ik een hamertje tik, toen wou ik pony rijden. Wat wilde nou nog meer?